En record. Ja. En ja. Alright. Ik zou zeggen, we zijn vertrokken met een minuutje vertraging. Welkom in de Bierlovers Bar. De Dieter van de Beer Idiots zit naast mij. En die heeft van alle bieren meegenomen. En die wou hem eens proeven samen met mij, wat wij ervan vonden. Dan gaan we er wat over babbelen, wat over discussiëren. Wat er gaat uitkomen, dat gaan we zien. Hoe lang dat gaat duren, dat gaan we ook zien. Nee, we hebben tijd vandaag. De biershop, de bierlovershop is gesloten vandaag. Dus we kunnen even goed aan wat biertjes proeven. Hè. En ik denk dat ze allemaal van Polen komen. Allemaal van Polen ben. Alright, ja. Poolse craft beers. Oké. Okay. Goed. De eerste dat we gaan drinken. Yes. Een pale ale. Zo, even op de... Even spieken wat we ervan... Of misschien ook even op de kleine camera. Ja, deze. Voilà. Zoals jullie kunnen zien. Alright. Die ga ik nu laten zien aan jullie. Is van brouwer Marcowi en de naam is de Kornik. Als mijn pols dat toelaat, ja, tenminste. Ik laten zien. Yes. Voilà. Kornik van. Kun jij daar nog iets van vertellen, Dieter? Of niet direct? Of? Ongetwijfeld, ze biedt als ik eventjes naar mijn speedsheet ga. Dus wat kunnen we ervan zeggen? Is genoemd naar een kever. Een zwarte beetlekever, top gefermenteerde pale ale, licht aromatisch ook. En voor de rest heeft het iets te maken met bepaalde bossen waar die kever veel voorkomt. Alright, alcoholpercentage. Ik zie het niet direct staan. Of... Ah, 5% procent alcohol by volume. Wij dan gaan we eens uitschenken, hè. En dan gaan we zien hoe dat deze proeft. Dan Ah, de Kornik. Bijna helder van kleur, maar goudkleurig. Licht fijne paarling, maar wel wisselende paarling. Het blijft relatief goed hangen. Ik kan even een setting doen met de camera en lens. Ik kan even een switchen. We hebben een vrij kradige neus, heb ik. Een beetje moutig. Ja, maar vooral de kruidigheid, zo, ja, een beetje specerijen. Die naar boven komt, misschien wel een touch van wat honing zelfs. Voilà. Oké. Heel kruidig, hè, van geur. Ja, absoluut. Inderdaad, honing. Nou, eens proeven. Oh ja. Heel lichtjes. Ja, een beetje heel doordringbaar, een beetje fris, kruidig. Maar niet overroelend in ietsje van
was misschien een klein beetje boterig, heb ik. Mm-hmm. Het is low body, heel weinig body. Heel doordringbaar. CO2 het gasgehalte is zeer laag. Deze wat wel een fijn mondgevoel geeft, vind ik. De kruidigheid in de neus vind ik wat sterker dan in de smaak. Komt er heel zacht door. Ja. Het is een drinkbare pale ale, maar nu super boeiend ook niet, vind ik. Misschien ook wel die kruidigheid is nu ook niet mijn favoriete smaak of aroma in de bieren. Het is, ja, ik proef wel geen fouten erin. Misschien een klein beetje die boterigheid. Ja. Dus, wat vind jij nog van Dieder? Ja, niet uitgesproken van heel harde smaak. Het heeft veel verschillende kleine lichte smaakjes. Ja. Zeker niet slecht. Allee, heel drinkbaar. Heel drinkbaar. Ja. Verfrissend. Absoluut. Brouwer Marcowi. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet niet of jij weet in welke kanten van Polen het dat bevindt of zo. Daar moet ik wel eens van spreken. Ooit al wel eens gezien op het Warschau Bierfestival. Okay. Maar ik weet niet meer van waar in Polen dat die zijn. Is dat ook een bier vanuit een core range of is dat weer een apart? Geen idee. Dus, ja. We dachten we gaan lichtjes beginnen. Pale ale. Zeker niet American style. Dus, bijna durven zeggen, bijna Belgian style pale ale. Ja, maar heel licht, heel drinkbaar. Het is, ik zou hem goed kunnen drinken in warm zomer weer. Ja, maar ik weet niet of ik hem zou bestellen. Als ze hem mij zou aanbieden, zou ik hem nog eens drinken. Dat wel. Maar, bah. Maar voor de mensen die zo van de kruidigheid houden, zijn er ook heel wat natuurlijk. Dan is deze wel een aanrader. Dat wel. Ja, zeker wel voor 5% alcohol. Best toch wel wat smaak. Maar eerder naar de lage body. Ja. Ook de aftertaste duurt niet zo lang. Blijft niet lang eigenlijk. Ja, nee. Is vrij snel weg. Een beetje dan moutig, die moutigheid in de aftertaste komt een beetje naar boven. Ja, die kruidigheid is dan al weg, en dan moet je die moutigheid, misschien een klein beetje pilsgevoel, ja. Dat je dan een klein beetje hebt. Dat mag. Dat is niet verkeerd. Voilà, de Kornik. Goed, gaan we gewoon onmiddellijk verder naar bier nummer 2. En aangezien we toch een beetje misschien in dat Belgische tintje zaten, gaan we op de elan verder. Met Belgian Style Triple van Rock Brouwer Jarotsin. Alright, ik zal hem even op het etiketje geven op de andere camera. Ja. Voilà. Alright. En is hem zichtbaar? Ja, hij is zichtbaar. Oké. Okay. Voilà, Belgian Triple. Zit hier op een bier van 8,2 alcoholprocent.
Terwijl ik hem wil inschenken, misschien weet Dieter nog iets meer over de brouwer. Nee, totaal niet. Nog volledig onbekend voor mij. Belgium Triple, hij was, ze hadden gezegd, iets met eikenblaren dat ze erbij gedaan hadden. En ook dat hem gerijpt was op, moet ik even spieken, op een wijnvat, dacht ik. Oké, okay, want mijn pols is niet zo sterk. Want er staat, ja, het is niet in het Engels ook niet opgeschreven, enkel maar in het pols. Belgium aroma's, er zit wat fruittoets aan. Wat kruiden, fruiten van abrikoos en peer. En ook eikenblauw, zoals ik vermeldde. En het is op Pinot Noir barrels gerijpt. Oké, okay, dus een wine barrel aged triple. Alright, goed. Gewoon eens uitschenken. Ik moet even van camera switchen. Heel helder, amberkleurig, beetje, ja, klein rood tintje, zeer fijne pareling, mooi wit, blijft ook goed hangen de schuim, ziet er zeker mooi uit. Wel een beetje een rare neus. Straf geurtje wel, hè? Het is niet een heel zoet geurtje. Hoor. Nee, maar hier wel een beetje duf. Oei, oei, Ben. Zijn we iets op het spoor? Nee, maar... maar ik heb hier een vrij duffe geur, zelfs een beetje oxidatiegeur zelfs. Ja. Zo'n typische Belgische triple aroma heb ik niet direct. Is het een doffe geur of zo, metaalachtig? Ja, metalig kan ook. Metalig, oxidatie. Haal ik er met de neus een beetje uit. Licht kruidige toetsjes, maar niet zoveel. Niet, ja. Nee. Laten we eens proeven. Cheers. Speciaal smaak. Ja. Ik proef wel ergens een klein metaalsmaakje zo wat in de eerste dronk. Ja, ja, ik heb vooral een klein beetje, op voorste van de tong, wat booziness dat ik wat heb in het bier. En dan wat kruidigheid. Maar niet dat typische bananige dat we meestal in Belgische trippels hebben. Totaal dat niet. Dat heb ik niet. Nee. Ik heb ook geen... Het vat haal ik er ook zeker niet uit. Ik heb misschien toch wat die oxidatiesmaak die er doorkomt. Een licht zuurig vers iets. Ik associeer dat wel een beetje met die eikenblaren, dat ze dan kunnen zeggen. Ja. Maar ik associeer dit totaal niet met Belgische trippelstijl. Nee, zeker niet. Deze voor mij meer voor een strong blond, strong amber. Ja, en de alcohol komt er ook wel wat naar boven. Ja. Goh. Dus... Vooral de alcohol op de tong, hè? Ja. Het zuurtje vind ik nog wel interessant, hè? Maar zuurtje heb ik persoonlijk niet direct daarin. Bepaald zoetje ook wel. Dat is precies een alcoholzoetje. Zo wat eerder. Allee, heel veel, veel smaken bijeengezet, hè? Ja, toch een aantal. Ja, maar ook niet zoveel. Het is ook snel, relatief snel weg ook. En de nasmaak weinig. Hier hebben we een beetje lichte zoetige nasmaak. Goh.
Persoonlijk niet zo'n boeiend bier. Het is wel goed geprobeerd. Maar nee, in ieder geval, ik denk dat ze toch wel, misschien wel een basisbier wat meer moeten werken, denk ik. Je kunt het vergelijken met een Belgisch bier, Ben. Als je zegt, van dat doen wij meer denken aan deze of deze in onze... Misschien zo van die boezige trippels, of dat we dan misschien wel naar die goedkopere Gordon biers gaan, die dan direct naar die alcohol naar boven gaan. Daar misschien een klein beetje, misschien een beetje onerbiedig wel, maar ja, misschien dat het... Het is wel heel lang geleden dat ik die bieren eens heb gedronken, maar dat is misschien een beetje wat naar boven komt bij mij. Of ja, misschien wel sommige bieren van Van Steenbergen, die zijn ook zo wat zoetig, hoog in alcohol. Ja. Ja. Maar dat is ieder zijn smaak weer natuurlijk. Hè. Ik heb het dan liever bij die verfijndere trippels. Maar misschien wel zo'n een hop-touchje in zit. Als die bieren zoals natuurlijk weer de Guldenberg van de Ranken of Chambre de Bois. maar die zijn verre van deze. Ja. Iemand van onze kijkers vraagt iets over het label te zeggen. Ben, wat vind jij van het label? Ah, vind ik wel leuk. Ja. Nog eens eventjes in beeld brengen. Ja, zeker en vast. Het label vind ik... Ik vind eigenlijk het label toffer dan het bier. Nee, met die... ik weet niet, dat ventje met die hopbaard... Is dat het embleem van de brouwerij, veronderstel ik? Mm, ja. En dan de skulls en de skulls en de guns. Het is rock and roll. Ja, het is alles, dus, hè. Tof. Ik vind dat plezant. Dus, maar het is zowel... Het zijn ook heel veel fonts en misschien wat stijlen doorheen. Zo. Misschien is daar de eenheid is misschien ook wel ver te zoeken. Maar de designstukken van Alex apart vind ik wel tof. Ja, zoals als die een hopbiert, ça va. De schedels en de geweren allemaal ook is leuk uitgewerkt. Maar allemaal tezamen is misschien een beetje een cacophonie geworden. Zwart. Misschien ook een beetje zoals het bier. Veel gecombineerd in één. Ja. Ja. Maar bon, geestig. Maar we gaan deze nog snel vergeten, denk ik. Dus, Ik kan hem zelfs niet helemaal leeg drinken dan deze. Maar dat mag. We kunnen misschien later straks nog eens een slokje van pakken. Als ze wat meer lucht heeft gepakt, is het misschien beter. Maar je weet nooit wat dat is. Ik denk het niet. Oké. Of zit er maar eens bij u? Ja. En dingen dat je straks nog gebeld. Ja, voilà. En heel belangrijk ook, hè, is af en toe eens te spoelen. Absoluut, zal wel zijn. Dank u wel. Zo. We gaan het even, weer over een andere boeg gooien. In ons derde biertje alweer al. Een double dry hopped hazy IPA. De Green Caruzel. Even in beeld houden. Ja, dat is toch de naam van het bier. Green Caruzel. Aliens en kikkers. Van de brouwerij Browar Greenhead. Dat is een Engelse naam voor de Poolse brouwerij. Ja, en wat weten we erover? Dominic en de brouwers wonen in een appartement in Warschau en zijn begonnen met brouwen, zoals iedereen natuurlijk. Een van hun dromen was om een zotte hazy IPA te maken, heavily hopped with Citra, Galaxy en Mosaic, because they both love this combination. Voornamelijk de droom van de brouwers dus om die drie soorten hop te combineren. Dus wie weet is het hun eerste hazy double dry hopped IPA dat ze misschien gemaakt hebben? Ik weet niet. Ja, oké, maar ik ben benieuwd.
hazy stuff van yes, Polen. Yes, yes, yes. We gaan hem uitschenken. Woehoe. En dan eens switchen. Ik riek de hoparoma's al. Ja, en toen ik in het, aan het Warschau Bierfestival was, de stijlen dat ze in Polen graag drinken, your average Polish biergeek, uiteraard stout, maar vooral IPA's. Ja. En zeggen, als je in Polen een succesvol craftbier wilt maken dat wat verkoopt, ja, dan gaat je de IPA ragen op, omdat ze dat daar niet zo kennen. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Je kunt er creatief mee zijn. Natuurlijk, dat zou wel zijn. En een goede deftige IPA te maken, ook niet al te simpel. Eerst wat natuurlijk opvalt, stevige schuimkraag, wisselende paarling, dus wat, ja, niet zo zuiver, dat we misschien kunnen zeggen. Kleur van bier, inderdaad, direct de haziness, is er wel. Mooi geelkleurig. Op zich niks mis mee. Ja, alleen de schuimvorming. Is toch nog een puntje van, maar als ze moeten werken voor de volgende keer, zou ik zeggen. Wat vind je er raar aan? Dat hij eigenlijk vrijwel schuimt. Dat is allemaal. Okay. Ik heb heel voorzichtig moeten uitschenken in deze, okay, met in deze. Ander ging iets gevlotter. Bij deze viel het direct onmiddellijk op dat de schuimvorming veel groter was dan bij de meeste andere bieren. Okay. Zowel van vandaag als gewoon, zal ik zeggen. Dus. Nee, het was wel zo op, dat is misschien al direct, kan een brouwfout zijn, of ik zou dat zelfs ook al aangeven misschien, dat er voor de schuimvorming toch nog iets aan gewerkt moet worden voor de volgende keer als ze dat zouden maken. Zoals ik al vertelde, de hoparoma kwam er al direct door naar de neus toe op het moment dat ik begon uit te schenken. En natuurlijk als we er boven het glas hangen. Inderdaad, heel fruitige toetsen. He? Ja. Absoluut. Ja, riekt leuk. Typisch naar een double dry op de IPA. Ja, die exotische fruitjes die naar boven komen. Een litchi. Dan heb ik gewoon een ananas. Komt eigenlijk naar boven. Beetje die citrus. Wat limoenzest. Orangezest. Komt naar boven. Mooi, leuk. Ja. Aroma, top. Zoals ik al een beetje had vermoed, omwille van die schuimvorming zat zo wat onstabieler in elkaar. Iets te veel gas ook voor mij persoonlijk voor een double dry op de IPA. Ja. En wat Belgische bieren hebben ook zo, ik kan niet zeggen last, soms is het echt bedoeld door de brouwer om veel gas te hebben op het bier. En sommige mensen vinden dat ook tof en in sommige stijlen is dat ook tof. In een double draft IPA verwacht ik eerder wat minder gas. Dan mag het zo meer creaminess geven in het mondgevoel. En dan gaat het eigenlijk wat verstoord worden door als er wat te veel gas is in dat bier. En dat is in deze ook zo. Dus, smaak op zich zit goed. Lekker fris. Je proeft dat het een verse IPA is. Ruikt ook heel vers, hè? Dus. Ja. Toen weer die citrustonen. Maar appelsien, ananas, klein tutsje litchi, die smaken komen allemaal mooi naar boven. Goed gedaan. Dus de inwerking van de hop, van de aroma hops in dit geval, ja, is tof. Bitterheid is laag, medium tot laag. Nee, er zit er maar een klein bittertje in, niet te veel. Is tof, ja, dat is goed. Ik vind de bitterheid is top. Ja, is aangenaam bij deze. Nee, ze zeggen zelf ook niet, het is geen New England IPA, dan mag de bitterheid echt laag tot zeer laag zijn. In deze is dat medium tot laag. En dat is aangenaam, dus dat past wel. Ja, dus op dat gebied, de IBU's zit vrij goed. Ik weet niet of dat te zien valt, of dat die vermelding er is van de bittereenheden. Ik zie het niet direct terug.
Het is een bier van op 15,5 Plato. Wat resulteert in dit bier met een 5,8% alcohol. Procenten. Ja, top. Heel plezant. Niet hoog in alcohol, vrijwel, maar de smaak zit echt wel goed. En ook de mouthbody in deze is goed gekozen. Dus veel leuke punten in deze IPA. Maar puntje van aan te werken. Nogmaals, dus, zowel de schuimvorming als de hoeveelheid van de gas vind ik wat minder bij dan deze. En hoe zou dat komen, Ben? Dat er meer gas in zit? Goh, dat zou kunnen zijn. Gewoon misschien wel. Van die gas, het is sowieso zijn bieren van die ergist zijn op de fles. Als ze misschien iets te veel suiker hebben toegevoegd. Wanneer ze zijn gaan bottelen, puur suiker voor de hergisting op de fles te kunnen maken. Misschien ook niet. Misschien zat er al nog genoeg restsuikers in die gebruikt kunnen worden op het moment dat er gebotteld wordt. Als ze dan ook de gist toevoegen voor de herfermentatie op fles. Daar zijn er gewoon dan nog iets te veel suikers aanwezig geweest. Hebben ze het goed gecalculeerd, hebben ze wat te veel suiker toegevoegd. Dat zijn misschien nog puntjes dat ze moeten nakijken. Vind ik persoonlijk, terzij dat ze echt wilden van oké, wij willen wat meer gas hebben in het bier. Maar dat zou ik misschien een klein beetje jammer vinden in de stijl van bier. Ik denk dat het nog plezanter is om de romigheid te hebben in de mond bij het drinken van dit soort van stijl van bieren. Ik denk dat dat nog leuker is. Dat ze op die manier dan misschien ook nog wel de kwaliteit van bier in het geheel nog wel een beetje meer naar boven kunnen brengen. Maar anders moeten we na onze proeverij misschien moeten we eens een mailtje sturen naar de mannen van Greenhead. Zo van als positieve feedback. Kan misschien wel leuk zijn. Want de rest van bier, tof. Label is ook plezant. Een soort van, ja, moet ik zeggen, van aliens die op een schommelstoel, op een draaistoel in de kermis, in een schommelstoel. In de kermis zitten. Ja. Leutig. En die dan nog een, allemaal nog een pint bier vast hebben in hun handen. Ze hebben dan ook nog een soort van handschoenen aan. Zwart. Leutig. Leuke fantasie. Allemaal plezant. Dus nee. Wel eens benieuwd wat de mensen van Greenhead in de toekomst gaan doen. We weten dat we daar nog eens in de volgende proeverij nog eens wat Pools bieren van kunnen strikken. Ja. En zoals gezegd, qua feedback, ook de organisatie Wonnie Craft, waar dat deze doos van is, ja. Die hadden ook gevraagd, we willen graag feedback, hè? Dus ik zal zeker wel eens de video een keer samenvatten voor hun en de bieren waar feedback op sommen. Ah ja, dat is juist. Ja. Want we zijn nu in het Nederlands. Want we zijn nu in het Nederlands bezig. En we gingen normaal in het Engels doen, maar we kunnen altijd half-half doen, hè, Ben. Dat is waar, we kunnen inderdaad na een paar biertjes overschakelen op het Engels. Kunnen we doen. Voilà. Inderdaad, het is ook de allereerste keer de Beer Idiots in deze vorm in de berg. En misschien ook niet de laatste keer. Want de lockdown gaat misschien nog wel even duren. Zeg dat niet, Ben. Ja, dat is waar. Zeg dat niet. We willen terug daar zitten op de jas. Dat zou wel zijn. Ja, dus voor de mensen die nu pas kijken, we zitten dus nu in de Bierloversbar in Antwerpen. Ja, in de Bierlovers Shop momenteel. Shop momenteel. Ja. Nee, dat is leuk. Elke woensdag, vrijdag en zondag de middag zijn we open van 2 tot 6. Even terug laten bedelven. En proeven wat? En van tussen de lekkere nationale en internationale bieren. Maar vanmiddag zijn het enkel Poolse bieren. Ook altijd tof. Zeker met onze Antwerpse biervrienden hebben wij ook al geregeld wat Poolse bieren mogen drinken. We hebben zelfs een paar keer, ik denk wel, tastings hier gedaan in de bar zelf. We hebben ook geregeld Poolse bieren in de bar. Momenteel denk ik niet. Nou, wie weet, gaat er binnenkort weer wat veranderen. Maar Polen altijd zeer leuk bezig op het gebied van de craftbieren. Heel experimenteel, soms geslaagd, soms wat minder.
Zoals deze namiddag ook. De eerste twee bieren waren wat minder. Deze dan, vind ik persoonlijk dan weer wat toffer. Maar dan nog een paar werkpuntjes. Maar dat houdt natuurlijk boeiend. Ja. Goed. Tof. Green Caruso. Ik weet ook niet wat ik wil zeggen. Weet jij toevallig, Dieter, de Caruso? Net. Nee. Niet bij, misschien is het... Het groene monster is de Caruso. Zal dat wel zijn. Dat is, Nou, check het, oké. Okay. Ja. Gaan we over naar de volgende? Ik weet dat Het is een trage drinker. Ja, maakt niet uit. Oké. Okay. Anders kunnen we natuurlijk even opzij houden. Maar voor later op de namiddag. Voilà. Maar we gaan onverstoord verder naar bier nummer 4. Ik ga... Ja, goh. Een gozer. Zuurtje. En kam, ja. Met fruit. Ik ga me nog niet wagen aan de uitspraak van de brouwer in het bier. Between this year's explosion of pastry sour and the first wave of fruited Berliner Weisser beers, I created a beer that combines the best of both styles. Oei, oei, nu hou ik mijn hart vast. Oké. A juicy sour, or in this case, a fruity sour beer. Maar hij zou gebalanceerd zijn met wat lactose en een beetje zout. Ja, geen restsuikers meer. Ja, top. En van welke brouwer is het? Lesny Oak. Oaks. Oké. Okay. Ik kan geen Pools ben. Nou, dat... Ja. En de naam van het biertje? Daar van het bier is Leschny ook en de brouwer is Prisenlum. Oké, okay. Duidelijk zou ik zeggen. Oké, okay, dan gaan we dus de Leschny Owok of ja. Owatch. Ja. Dat is de naam van het bier. Ja, en Prisenlum is helemaal in het noorden van Polen aan de grens. Oké, okay, ça va. Deze mango gozer en wat lactose. Zullen we het gewoon inschenken, hè? Zo. Wat zien we hier? Geelig, licht, cloudy bier. Witte schuim, relatief, wat toch wat dikkere pareling. Toch wel vrij stabiel. Want ik was bij die fruited gozes, fruited sour biers, gebeurt wel eens geregeld dat de schuim zeer snel weggaat. Hij gaat hier, hij blijft nog een beetje hangen. Maar het eindt wel verder en verder uit. Ik zou zeggen, het is niet abnormaal in deze stijl van bier dat de schuimvorming niet zo super lang blijft. Ik vond hem nog redelijk in deze. Wat fruitige aroma's, misschien een beetje mango. Niet super veel. Je hebt ook wat die zuurige tonen, wat lemon. Dat was wat citroenige tonen in de neus. Ja, is aanwezig. Niet super, super veel, maar oké. Okay, ook niet te zwak, ook niet. Dus dat gebied, aroma zit wel oké. Ja, ook een... Duf. Goh, een randje van duf. Ik heb nog niet, zelf nog niet echt die dufheid. Maar ook niet... Ook geen mango in je face is het ook niet.
relatief hoge, hoge carbonatie, dus er is vrij veel gas in aanwezig ook. In deze stoort het niet, vind ik. Mag zeker ook, maar mag er zijn. Maar de smaak zelf is medium fruitig. Beetje moutige afdronk. Klein beetje zoutig, relatief weinig. Nee, zeker in die gozer, die moutigheid vind ik zelf wel aangenaam daarin. Maar als ze zeggen van we maken een mango gozer, dan mocht die mango er nog, misschien nog iets meer in zijn. Zo de, en een frissere mango. Dat is misschien wat Dieter bedoelt. Die dufheid, die, de frisheid van de mango zit er niet in. Dat is misschien een beetje jammer in deze. Dat had wel leuker geweest dan dit bier. Dat we misschien de moutigheid, misschien de fruitigheid wat overheerst. Op zich kan dat zeker niet fout zijn. Maar misschien om de frisheid van een gozer nog wat meer te geven, had die fruitigheid iets meer misschien aanwezig mogen zijn. Naar mijn gevoel. Fruit is altijd gezond, hè? Ja, ook al, absoluut. Dus, maar, ja. En, maar, het gozer aspect vind ik er wel oké in. Het heeft eruit gekomen. Ja. En zeker in de nasmaak, dan komt die moutigheid zo wat meer naar boven. Dat vind ik zelf wel prettig bij een gozer. Ook ja, nog eens, de gas is wat hoog, wat veel aanwezig, maar ik vind het wel prettig bij deze. Ik weet niet of jij vindt welk alcoholpercentage dat we zitten. Ik vermoed tussen de 4-4,5. Het zal niet hoog zijn. Ik kan het nog niet direct vinden op het etiket. Meestal zit het in Polen altijd wel deftig zichtbaar. Nou, alcohol 5,5. Iets meer dan ik gedacht had. Ja. Oké, geen probleem. Dus ja. En een gozer mag wel laag. Misschien is 5,5 al vrij veel van een gozer. Dus, ja, want gewoon de klassieke gozers die vinden we eigenlijk relatief weinig terug op de markt. Er moet altijd iets fruit tussen zitten. Op zich natuurlijk niks mis mee. Ja, maar de craftbrewers die wagen ze eigenlijk al minder snel op om nog eens een klassieke gozer te maken. Ik denk ook niet evident om daar goed in te kunnen scoren. Ik ga even de chat met de gebruikers opzoeken. Dan kunnen we wat chatten. Dus ja. Krijg je dan zo'n reactie van, we moeten wat chatten met de... Ja, alright. Dus die trouwens zijn even wel bezig meer met de mensen die reageren op ons duo tasting, zal ik maar zeggen. Dus goed, maar ik ga gewoon verder. Waarschijnlijk gaan we ook dadelijk ook verder met het volgende biertje. Maar dat maakt niet uit. Oké, maar deze mango gozer, zelfs de lactose, al gelukkig die haal ik er niet direct uit. Dat is misschien een positief punt ook aan dit bier. Ja, als je zo te veel lactose of zo gevoel hebt, hè, dan komt het wat chemisch over af en toe. Heb ik zeker niet bij deze. Dus dat is zeker plezant. Op zich denk ik geslaagde gozer. Maar de fruitigheid mag nog iets meer naar boven komen. De gozer destijds ontstaan. Ik dacht in rond 1700, 1750, die periode in Leipzig in Duitsland. En toen was denk ik zelfs nog gozer van een soort van wilde fermentatie. Het is van wilde gisten dat er werden gebruikt. Nu is dat zeker niet het geval meer. Want dan gaan we eerder naar lambiekbier of lambiekstijl van bier kunnen gaan. Daar is de, want de gozer is denk ik in de jaren, als ik mij niet vergis, maar het kan zijn, eind jaren 90, begin jaren 2000, terug opgepikt, vooral door de Amerikaanse craft breweries. En er is toch een serieus een opgang gekomen. We merken dat hier ook in de bar, zeker in de zomer, fruitige gozers, als die goed gemaakt zijn, zijn top. Laag in alcohol, heel veel van smaak, zeer verfrissend. Lekker doordrinker. Ook al zijn die wat hoger in het gasgehalte, het CO2-gehalte, toch blijven die
lekker doordringbaar. Dat vind ik wel leuk aan deze stijl. Hè? Want als we bijvoorbeeld een klassiek, een duvel, heeft ook heel veel gas. 8,5% wel. Maar dan weer niet echt doordringbaar. Misschien weer wat te veel gas op die manier. Daarmee, ik ben nu heel tijd ook wat kleine broertjes aan het laten. Dat dit bier ook zo wat meer gas heeft. Maar dat vinden we niet erg natuurlijk. Hè. Dus, alright. Present. Ik denk, we zitten bijna in een helft. Of misschien al over een helft. We gaan het eigenlijk wel merken. Ik kom deze al opzij zetten. En we gaan rustig over naar ons vijfde bier van de namiddag. We gaan stilletjes daar. Er komt nog één blonde. Nu gaan we ook even naar een zwart bier. Is naar een Black IPA. Een stijl die ja, de laatste maanden terug een beetje in opmars is. Was de afgelopen jaren, kon je zeker volledig vergeten, maar toch niet zoveel brouwers die nog een Black IPA hebben gemaakt. En nu merk je toch bij die kleinere brouwers van, ah, we gaan terug eens een Black IPA maken. Keipezant, tof, hè? Zowel die geroosterdheid als de bitterheid als de fruitige aroma's van de hoppen die naar boven kunnen komen. Niet eenvoudig om de juiste balans te vinden. Als er die is, kan dat super lekker zijn. Deze zelfs een Wheat Black IPA. Zal ik ze terug aan de kleine camera zetten? Yep. En mijn muisje doet wat. Dat gaat duidelijk komen. En onder. En anders, ja, voilà, hier zijn met knalrode oogjes, dames en heren. Jazeker. En we hebben hier de Yama. Is dat de naam van bier, Dieter? Want ik heb zelf ook momenteel geen lijstje of zo bij de hand van als overzicht van de bieren. Deze stond wel. Ja. De Yama. The Yama is a dark hop fragmented beer with a distinct flavor and aroma that come from the American hops. In this beer, we choose to boost the notes of citrus fruit and resin with a lot of fresh citrus. So maybe also we're gonna change into into English for the rest of the tasting. Next time we're gonna do it probably full tasting in English. So and the name of the brewer was Dieter? Name of the brewer is I think it's Yama. Yes, only Yama here is as information of the beer. Okay, so with zest. No, but yeah, I think Yama is just their. Okay. Van de broer Yama en hij heeft made it also a wheat black IPA with orange, lemon and grapefruit zest. Sounds interesting. And we have an alcohol percentage by volume of 5.6. Okay, so I'm gonna pour this beer. And we got a response from Kevin DeVos, Black IPA, now are we talking? Oh yes, so indeed, Kevin DeVos, the head brewer of Malkois, maybe one of, no, definitely the smallest brewery in Kontich, just outside of Antwerp. We have the Inked Vos, is Black IPA, and also the White Cedar. You have them here. Yes, I have them here. So the White Cedar, Black IPA, so this is also the Black IPA of Kevin, and I have it here, even the Inked Vos also. So, if you come to the bar. Then I know what goes to Brussels tonight. We have some bottles available, still available. I don't know, this evening, if Dieter takes them all, we will see later on. Anyhow, we had from the brewer Yama, their wheat black IPA. We're gonna see what it's doing in the glass.
So really nice dark color. Also the foam is a little bit of, let's say, beige, light brown. Here you go. Mm-hmm. So it pours very nicely. I poured it gently, but the foam is doing very, very well. At first look, it seems like a very stable foam, a head. Like snow, yeah, it's nice. Totally black color. I cannot see through it in this one. So, like the appearance of this beer, very nice. Special smell. Ooh, yes. So, lots of going on in the smell. Yes. And more like, I think the zesters are coming up. So, because I think if you use zesters of this kind of fruits, yeah, like I mentioned, so orange, lemon, and grapefruit, they can be very prominent in the beer. Can be in a good way, but you have to be careful for with it. And here in this nose, you certainly smell these zesters. Also a bit of the hoppiness, although, and like the beer is getting more and more air. The beer is then opening up, always nice. And then you have a bit more and more this typical black IPA smell, what I really like. Oh yes. Yeah. Yeah, nice aromas are popping up. Yeah, the beer is really like a flower opening up. And this one, oh, very nice. And Ben, Hannah reacts. Yes. The beer is Yama, and the brewery is called Chaziri Skadzini. Ah, yes, I see it now also on the label. So, yeah, we were a bit fucked up in the names of the name of the beer and the brewery. But now, if you mention this, I'll see it also on the label. So, indeed. Maybe I'll show it here a little. If you put on the other cam, I will put again the bottle. Dieter, can you switch from the camera? Yes. And then you can see here. Yes. Yes. So now I guess you can see the name of the brewery. It's over there. Yeah. All right. Cool. So I was talking about the flavors of this one. It's like it has a medium body, not too strong, but. And the brewery is Joris P. Patin. Joris Patin is the brewer. No. That's also a customer and. Oh, sorry. We mentioned the wrong. We mentioned the wrong person. It is. I'm not in the live chat for people. No. Oh. So for that. So now I was talking about the taste of this beer, this black IPA. It has a medium body, not too strong, but it's also a beer of 5.6 ABV. So don't expect like full body. Sometimes it can be, but this one hasn't. Nicely roasted touches. Not too much. And the zesters in the taste, they're nice. They're pretty good, actually. They're nicely balanced. They're not overpowered. Because I thought in the aroma, that I thought, maybe the zesters are going to overtake the beer. But it isn't. And that's pretty nice. Also, the bitterness is medium to low, and maybe for a black IPA I expect maybe a little bit more IBUs, so that's pretty low in this one, but in general pretty fine. And then the bit of the lemony zesters I have in the aftertaste, very low on the bitterness.
Ja, I would say very decent black IPA. With this touches of the zesters are popping up in your mouth. They're switching of the taste when the beer gets a little bit warmer in your mouth. Then other flavors are coming up, but all in a nice way. So I think these guys are they know what they're doing about the black IPA. So also, yeah, and they use some wheat in it. I think it's not a bad idea at all. I like wheat IPAs. Yeah, they can be super nice. And also in this one, it's great. So maybe till now, maybe my favorite one, I guess. Yeah, because almost no faults I have in this one. The balance of all the ingredients is there. Perfect in the style. Also, when I poured the beer, the foam was great, the colors were great, the aroma is great, a little bit more zesty, but that's fine. You have black IPA feeling even before you drink the beer. That's great when you have that, and also when you drink it, of course. Yeah, maybe a little... lacks a little bit of body, maybe you have a bit more malt. The thickness would be more nice, maybe, in this one. And I don't know what you think about it. Waterish is overreacted, but yes, that's over. That's too much. Not that. But it's like it misses a little bit of thickness. It's good, but make maybe next time make. Make your beer 6.5 ABV instead of 5.6. So turn the numbers around and you get maybe a better beer. Mm. That's a suggestion we will send to the brewers. Make your beer a little bit stronger, just 0.9 ABV, and then it will be perfect, I guess. So, but they know how to brew, that's for sure. No mistakes in the rest. It's great. And then we'll can ask to the brewers how to pronounce their brewery also, because we are so noob in Polish language, that we make maybe a fool out of ourselves, but we don't care. It's all great. Yeah. Nice. And what do you think, Dieter, in general of this one? Very good one. Yeah. But the smell is like... You don't like the smell? No, totally not. Okay. I was like, I don't associate it with an IPA or with something... But it's black IPA, and then you have certain aromas that pop up. That certain aroma, I thought like, But it's zesty for me. Zesty aroma. Mm-hmm. Then you get this orange grapefruit peel. Yeah. You have, and then with the some kind of maybe some little chocolatey notes of your sprinkle with some chocolate sprinkle above it. You sprinkle the chocolate on your very good beer, Ben. Very good beer, but when I smelled it, I was like. The taste makes everything great. Yeah. But like you said, like to make it from good to great, twist it a little bit with a little bit more body. It's a little bit too watery. I don't like the word watery for beers in this, but it needs a little bit more body. Because we like body. But nice bodies. great job of these guys. Yeah. So, hopefully we'll meet them also next time in our box with Polish beers. Would be very nice. I'm very curious what they also can offer. It's great. All right.
So we're gonna go. We continue with our sixth beer of this afternoon. We're gonna do a Brett IPA. So sounds interesting. It's, I think, also a style. You have to be very careful with it. The bread can really overtake the beer, and it can destroy or it can make your beer. So I'm very curious about this. I hope it's super fresh, so the chance that it will be a gusher, it's also lowered in this one. Although it says drink it before December 2022. I won't suggest to do that, and we are not gonna do that neither, because we're gonna open it in a few seconds. Maybe I'm gonna put this one. It's from Brouwer Widawa, and they with a large green X, and it's a Brett IPA. If we're gonna put the bubble cam on, we can show it to you in a bit more detail. Yeah. And all right, here it is. Voila. Nice bottle. Reminds me a little bit the colors and the layout to a bit of the Rankish. Yeah. With their X's, just maybe because there is a big green X on it. I can show you also, if you mention this one. This is one I think you mentioned, the Simplex. Also with a large X on it. Yeah, sure. There are some resemblance, but, well, what's an X? Yeah, you can play with it. Mm-hmm. All nice. But totally, also, of course, totally different beer. All right. I'm going to grab some glasses and we're going to pour this beauty. I hope it's going to be a beauty. Just a sec. All right. So I'm going to pour this one. Okay, the foam is doing okay. Yep. Oh, I have a problem with the main camera, so I have to switch back, Ben. Oh. It zit nu op de webcam. Ik heb een probleem met de beeldkamer. Ja. Oké, serieus? Ja. We have got a smile, a little problem with the main camera, so it still turn on to the bottle camera, we'd say. We would just continue, we're going further. So the Brett IPA, just poured it, pours very well, there was no gusher, luckily, it was all fine. And also in the nice golden color, bright, very little haziness, not too much. The foam itself, very stable, very small bubbles in it. Also the color, very nice. So the appearance of this beer is very good. It's very nice. And the foam is super stable in this one. So for me, these are all extra points if I would give some points. But we are not doing this this afternoon. But nice. Okay, let's go to the aroma. Yeah. It smells very, very nice. You get the fruity aromas. You have some bread touches. Not too much. There's a, you smell the balance between the Brettanomyces and the fruitiness of the hops. They're really there, in my opinion. So it's I can't wait to taste the beer. It's the aroma is really promising. So that's, can be nice. Okay, let's dive into it. Almost back on the main camera.
Alright, so technical issue with the main camera is almost solved. Yep, we're back. And we're back in the lush, in our faces, let's say. Special smell. Really nice. It's almost like an... Goh, you have an oaked feeling when you taste this beer. The bread and nomishes are really swimming through this IPA. I love the balance between the bread and the hops in this one. Really, really nice. Because I sometimes it's when they offer me a bread IPA, I say, oh, okay then, but oh, it can be super horrible. But if it's good, it's amazing. And this one is really, for me, going to the side of amazing. And so I'm so happy. It's like, you know, if you taste a great beer, your happiness level is going up and up. And in this one, like the previous beer is already was getting up. Yeah. And this beer is, my happiness is above the screen already. So that's already... Already nice. Cheers on that. Yeah. Thanks. Cheers. Well, that's nice. So also you have the you have the some lemony touches also, but nice. You have there's no vinegar touch at all. And you get the hoppiness. Maybe I think this beer can grow if you let it stay. That like they said, you can hold this beer till December 2022. I would say, okay, maybe by the end of the year, make it a Christmas beer. When you make yourself this one as a Christmas, I think it can hold, I guess. Okay, then the hopness will lower down a little bit. The funkiness will grow. And I think this beer can really handle it. So I guess we're gonna send a mail to these guys. Can you send another 2 bottles of this? Well, this will be a gusher, I guess, because also when I poured the beer, it felt really stable. The foam was nice. The foam kept for a long while, what is so nice. The bubbles weren't too different. The most of them were on the same size. Pretty small, so it means also they made the beer very correct in this one. So, and also like the re-fermentation in the bottle, I think it's done really well. Because also in the taste, there is not too much gas, too much CO2. It's nice. It's not velvety, but just nice how it is. So that's cool. And Joris reacts. Yes. Available in the shop, Ben. No, unfortunately not. Maybe not yet, Joris. But we're gonna contact the brewer, because I think this beer will be certainly worth to have it in the bar/shop. Absolutely. So no, we're gonna contact them. We will keep you updated, of course. Super nice. So far, this is a surprise of the day. Yes, absolutely. Yeah. So we're really growing in the level. We started not so very enthusiastic, but we are now on the enthusiasm level, even above the screen. So that's already super nice. And to tell a secret, Ben. Yes. I ordered the box, and normally there were 10 beers in it, but yes, some of them were damaged, so I miss one beer, but they're going to send that next time to me. Okay. So maybe that's one of the better level, or maybe that's one of the beginning level, but that's another surprise for us. Yeah, we will notice it next time. So actually we do 9 beers now instead of 10. Yeah. That's fine, of course, because all these half liters, okay, we don't drink them super well, because... Maybe we go on. Yeah, we will be too tipsy when we will have the last beers, and the last 3 beers are also a little more heavy in the alcohol, and also you will notice it in my voice. Maybe already can be so.
But yes, so nice. We're gonna put it in our wanted list for the bar from Broar Widawa, the Bread IPA. Thanks. So, we have three more beers left. Three black beers. So, also a bit more, like I told you, a bit more higher in the ABV. No, this one is still okay, 6.2, but it's gonna be a foreign extra stout. So it can be super interesting. I hope to have something dry in the taste. Medium to full bodied would be super nice. It's the Low Wiki. I'm gonna put it in the bubble can. Voila. All right, it's this one. Yes. Very colorful, let's say it's a tattoo design labelish thingy. Yeah, indeed. There's also a rooster on the back, a small one. It's a logo with a rainbow tail, like you can see there. Yeah, looks nice. So. Gonna see 6.2 ABV. Broar Betnari. Maybe if you can show. Are you still on the bubble cam? Yes. I don't know if you see it here. All the details from the brewery. Hope you can see it, guys. And the name of the brewery, Loiki. I'm gonna pour it. And we'll see what. This one has can be funny because if foreign stout is well brewed, it can be amazing. So we're back on the main cam. So as expected, totally black. I'll see already a beige head. It's super nice. It's a bit high on the carbonation. And the description that I can read of the Wolny Craft Association doesn't tell anything. Only that 6.2% ABV. Doesn't matter. We're gonna say a bit more about the beer itself. Pitch black, super nice. I can see through it. Very stable head. Very nice little bubbles in the head. The head is also a bit beige, a little brownish, not too much. But the very nice thing is it's very stable. It doesn't inflate and all that, so that's super nice. It goes down little by little, not too fast, so that's cool. So it looks like a very nice beer. Aroma. Directly you got the coffee aromas, not really chocolatey, but very really the coffee. So very roasted malts, very dark malts they used in it. Maybe you can also see it because it's so black, and certainly about the color of the foam, you know, they used a lot of dark malts, roasty malts. Oh yeah. And not really chocolatey malts in this one. Certainly when you have the aroma of this coffee aroma in it, even because maybe they use some coffee in it. They didn't mention coffee, I guess. No, the description was 3 sentences, so No. But also on the label, it's not many, and that's okay. That's even great if you get really this coffee taste without having used coffee. It can be amazing. So yeah, because a lot of stouts are like, yeah, you overreact with the coffee flavor. Sometimes it is, yeah. I don't drink coffee myself because when I drink coffee, I get sick for a few hours. Just I'm not feeling well. Luckily, I don't have that when I drink a coffee stout or a stout with like this, with enormously a lot of roasty malts. So luckily for that. That's really Nice
Nice aroma. It's prominent there in a nice way. Okay, let's dive in this one. Yeah, it's not bad. I expected way more because the visibility and aroma was so great in this one. Yeah. The taste is, it's okay. Mrs. Body, okay, it's only 6.2, of course. Yeah. Yeah, but yeah, okay. Maybe I have to understand the beer a bit more. Give it a little bit of time, because maybe I was little in the first sip, maybe a little bit disappointing, but then you have to understand, okay, extra foreign stout 6.2, so recalibrate. Not too much body to expect, of course, but this has a clean roastiness, and that's nice. What did you expect more in it? Yeah, maybe a bit more roundness in this one. Maybe a fuller taste. Yeah, maybe a bit more texture on the tongue, maybe, of this one. Although there isn't too much carbonation in it. Mm-hmm. There's a very pure taste. I also noticed no errors in this one, because it's... also, can be very fragile, though. I think this kinds of beer, you have sometimes all this metallic taste and all that. I don't have it in this one. So very clean, pure, and well brewed, actually. So I'm getting a bit more positive after a few sips. Okay. Yeah, it's very decent stout. Certainly, when you have to keep in mind what's the base of what's the idea of the brewer. Make it not. It's a very very drinkable, actually. So yeah, it's doing a job. When you are thirsty, you want a decent stout with real roastiness? This is your guy, actually. Yeah, it's okay. Maybe the kernel is a level more to make kind of beers like this. But actually, these guys, it's not too bad. No, really. That's great. Yeah, when you mentioned the kernel, I was also like, when I had to put a label on this one, I was like, yeah, this comes in that zone for me. Yeah, it really comes in that zone. Yeah absolutely. Yeah. No, you notice real brewery skills in this one. It's nice. Yeah. And they say it tastes what they say for me. And this dryness, extra stout, no, really, it's cool. It's going to be, fuller when they make this beer, maybe like an 8.5 ABV stout. It will have a bit more body, I guess. Yeah. But for 6.2, it's like an Orval, also 6.2. And this is maybe the extra stout for 6.2 beers. We discovered something. Yeah. Maybe I'm exaggerating a little bit, but no, it's great. The beer, in my opinion, is really growing when you're drinking it. Yeah, there are a lot of beers where you have that. Yes, absolutely. Give them time, indeed. Although in some beers also, when you just pour it, you have this metallic taste, and it will disappear after a few minutes. Like the good thing in this beer was you have no metallic at all in this one, because I already had a lot of metallic taste and smells in stouts.
when you just pour it and drink it. But this one, no, it didn't have it. So that's pretty cool. And then just, yeah, if you get this beer after a few minutes, wow, that's great. So no, we were still leveling above the screen, and that's good. Yeah. Well, it means Poland. We already knew that there are lots of great beers in Poland, and I think, you know, of this small tasting this afternoon, it really proves again. You have to grow in the tasting, and I guess because we in an hour ago earlier we were making the lineup of this one, and I think we till now we're doing we're climbing higher on the mountain. We're climbing, climbing and not descending. Maybe after the tasting we're descending, because we don't know. And also, to be clear with you guys, we didn't check anything of rating or reviews. No. It's like I got a box of beer, I said, hey Ben, can I do this event in your venue? Yeah, all right. And then I haven't checked the beers neither, because Dieter dropped off the beers last week. I put them in the cellar, I put them in the fridge earlier today, and I haven't checked anything, so I don't know. No reviews, no untapped whatsoever. That's not important. Great beer. Nice. All right, there are two beers left for this afternoon. We're gonna end with the smallest bottle. So this one is an Imperial Baltic Porter. So can be super interesting. 11 ABV. I'm gonna put it in the bottle cam. Alrighty. Yepa. So, Imperial. Yeah, I'm not gonna pronounce it. No, it's too late for that. You can check it out on the cam. Mm-hmm. I don't know, Dieter, if you have something to say about the brewery. And the beer itself? It's an Imperial Baltic Porter, of course, of 11%. Ooh. And what's the name of the brewer? It's maybe a question to tease you. Yeah, it's with the sheep something. Podgods or something. Okay. And the name of the beer? My mouse. Doesn't stand here. Is that Lida? Good name. Imperiali 652 NPM. Okay. All a bit weird, but that's not a problem, of course. And it's a stronger version of its older brother, brewed annually. 652 meters above sea level, somewhere in Poland, which is considered by many the best Baltic porter of all in Poland. Ooh. Aged for a year in the tank, it progresses and matures aromas, and it tastes like a smooth mouthfeeling with well hidden, camouflaged, even alcoholic, which can only be recognized by the warmth you are going to feel when you drink it. Okay, so this doesn't say anything. No, but it looks it looks very promising. A Baltic Porter. It's a dark beer with low fermentation yeast.
it is. So that's why also that I heard saying it's kept for how long in the tank? 1 year. 1 year. It's insanely long for this kind of a beer. So a lager needs to stay longer in the tank anyway, like even Pils beers, and also like Baltic porters. But for a year, so what the fuck? So very curious about this one. We already had lots of Baltic porters here in the bar, and most of them are amazing. Certainly by brewers that can make so great porters and stouts like Pojala, Puhaste, just name a few. Very curious about this one. I never heard about the brewery. Let's crack this open. And Ben, can you explain what is the difference between a Baltic porter and your average normal porter? Like I told you, the Baltic porter uses the yeast is actually the main difference. Okay. So make it like a lager, low fermented yeast. A normal porter, they get like a high fermented yeast, so it ferments on higher temperature, around 20 degrees Celsius. Around, sometimes a bit more, sometimes a bit less. This one on lower temperature of yeast. It can be hot between 0 and 5 degrees, more or less. Yeah. So it's a different kind of brewing. Certainly at the end of the stage of the fermentation, and it gives then other taste profiles. So really, the yeast and the type of brewing is the main differentiation in there. Yeah, certain the fermentation is that's like the main difference between top bottom fermented, all the other just like porters is like top fermented, and this one is bottom fermented. So that's the main difference about it. The taste then, if you do it in a good way, can be amazing. Yeah. So and as I understand of the text you were explaining, is it fermented for a year? Or that was maybe not that clear. Put on the tank for a year. And on which tank? We think then on the re-fermentation tank, I guess. So that's also a good question we're gonna ask the brewers, but we have to taste it first. If it tastes awful, why bother the brewer then? Maybe bother the brewer to make a better beer, of course. Yeah, and if you do it right, give us more beer. So, all right. So the foam isn't that stable in my glass. Yeah. Even almost disappear. Here's a little bit more, but also a lot of differentiations in the foam. The bubbles are very different. So that's also a point to work on it. Color is great, dark. I cannot see through it. It's nice, and what you can see of the foam, it's also some beige. So the color is good. Also, there isn't a lot of foam, so it's too bad. Also, when you drink something, you want to have like a nice beer that looks also good. Always better. But most important, of course, the taste. So I hope the taste will be even better. Let's get the aroma. Cheers. You got some roastiness, not too much, a bit mild. Also, some dark fruits, even. There's some wooden fruits, a little bit. Yeah, there's some. Mm.
Ja, really mixture of chocolate and coffee roastiness. But then like in a... almost like in a milky way. Not like, it, like a milk stout, but almost to that. Then maybe also some... Yeah. You can smell a little bit the body. This may be a weird sentence, but yeah. Let's dive into this one. Full flavor. Right? Yeah. Full flavor. Nice body. Yeah. It's like smooth roastiness, not too much, not that harsh as the previous one, what was great, but in another way, it's a bit more round. But again, a little bit milky, a little bit. Very subtle. Yeah, and not too much in either of this. Also, it was, I guess, 11 ABV. As I 11 ABV. So it's pretty high, but you also get the roundness of this one. Yeah. No alcohol, not too much. Not boozy at all. Super nice, very well balanced. So you get more in the taste than in the aroma, what's really nice. It's subtle, almost velvety. We're getting there almost. What could be nice, because the CO2 level in this one is pretty low, but super nice in this style of a beer. Certainly in this amount of alcohol, that gives you can feel the beer a bit more. So that's great. I think I love this one, the subtleness of this one. It's like, I'm also very fragile, but I can handle. Let's keep this bottle another year or two, not 5 years, it will be too much, I guess. But maybe another year or two, it can handle it, but then you have to crack me open. But the best day is today, I guess. Yeah, would you say you would age this for not a year? Six months, of course, to get the sharpness out of it. But yeah, but doesn't has a lot of sharpness. It's already smooth, this one. But you can do that just to. To. It can be aged well. It's not really certain in this one, I guess. And some beers you drink are just too young. Yeah. Like, you have to rest it all at least for a year. Go back in the basement. Yeah. And pretty fast. No, this one, you can drink it right now. And I guess when you got the beers, they were pretty fresh. No. But nothing wrong with aging this for a year at least. Half year, a year. Maybe 2 years, not 5 years. It will destroy the beer, I guess, because it has this fragileness that you like about this one, and you wanna taste this fragileness. It's maybe also a weird sentence, but still, yeah. If you drink the beer, you will understand maybe, and maybe in the future someday. Yeah, someday. Cheers. Cheers, man. Oh man, yeah. It reminds me of the stouts that I drank here, like when the bars were still open. Yeah. Long times away. I think also some people will drink this one, they say, well, no, I miss body and all that. But you have to, I guess so. Maybe some people I do, I guess. It's all, again, the fragileness of this one. You have to drink it maybe also
way better when you're doing this as the first beer of the day. Because also, because you have no booziness at all. Yeah, true. And all true, that. True. But it has a good taste on the tongue also. Right? Yes. It's like you get it and it's like, oh, smooth, good. Super. Not booziness. No, super smooth. Yeah, almost velvety. Maybe velvety, yes. Also not too sweet, too pastry. No. This is very pure. That's what I like about it. Yeah. So nice about this one. Absolutely. Yeah. It's very pure. No adjuncts. Yeah. Can be very nice. But this one is super pure. And then you have this, early. That's this little milkiness. It's not a milk stout. There's no lactose at all in this one. And still you have this little touch of it. I like that. It's cool. Now we're really going up in the... Still also with this one above the screen. And as long as we are there, pretty good. The happiness level is still there. A bit strange. And like when they said, like in Poland, people really love IPAs. When we go more to the blonde colored IPA-ish beers, some good, some like, I know what you try to do there, but whatever. Mm-hmm. Yeah. But when you go to the stronger and the stuff that we do now, the percentage of better beers that we're tasting now is also higher, right? Yeah, but also like the black IPA we had was like amazing. The Brett IPA also not that high. Yeah. Amazing. So, and other niche styles. Oh, yes. Oh, yeah, absolutely. But it's amazing that they can do this quality. They made this quality beers, actually. Cool. Very nice, very nice. Cheers, guys. Cheers. So, we're almost at the end of this live tasting afternoon in Beer Lovers Bar. We have one bottle left. It's a bit smaller bottle. Maybe it has its reason. I think it was already a really pleasant afternoon. And I think it won't be the last time we're gonna do that, because I also met a little bit of fun this afternoon. Cool. Last beer of this afternoon, the Plague Doctor. It's a sherry Baltic porter of 10 ABV from the brewery Incognito. And I'll put it on the bottle cam. Yep. One minute. We'll be there in a few seconds. Voila! And there it is. Like you can see, beautiful label, beautiful designs, also the red color. Actually the mask comes from when they did extra, how do you call it? The stuff that takes everything in. Cold stuff. CO2? Well, something like that to protect people against diseases in the medieval times. Ah, okay. And now it's timeless, of course. You see it everywhere, people with mouth masks. Yes. And also... So this is like a bit of like a Corona beer. And you have people who make plague beers. Of course. We also have the vaccines that are coming soon to Belgium. They're already... Yeah. We produce them, but we don't. We already have the vaccines, of course, in a bottle way. In a bottle, thanks to from Alvin. That's not a sponsor. They're just a great brewery. That's true. So cool. Incognito. Yep. Let's crack this open and. We'll see what we'll do with this one. Right, together. Mm.
They were the champions of the Lubin Beer Battles, which I assume that is a contest in Poland. Mm-hmm. Lubin? Yes, can be. I don't know. Yeah. They choose to brew a basically based porter, warm with that. Not much to say about that. It's with frozen cherries, so the fruit that they got from there was frozen, which is mainly... And I guess also beers. From Poland, because in Poland you got a lot of trees where are cherries growing on it. Okay, so a bit like the adjunct will be cherries in this one. Also again, Baltic porter, so top low bottom fermented porter. When I poured it, again, nicely black. The foam, again, like in previous beer, is not really keeping up. The bubbles in this one, even a bit worse. A lot of differences in that one. It doesn't stay very nicely. So, like, the presentation of this one is like, it's not very nice. So, so certainly also a thing to work on it for these brewers if you pour your beer, make it like it's nice. Always pretty good to do that. Okay, let's get to the aroma. Black juice, cherries. Yeah, the sherry is really popping up in this one. Not too much, but in a nice way with. Like the sprinkle of the chocolate again in if you spring my cherries, give me my cherries. The chocolate on the cherries, that's the aroma, the smell you get in this one, and that's nice. That's also what the bottle is telling you. We have a cherry porter, and that's what you smell. Not in a huge way, nicely chocolatey, a little bit of coffee sprinkles, not too much. So, really promising in the aroma, what's nice. So, promising. Cheers, man. Cheers. What's really in the beginning is got a sour touch. Like, oh, it's not really porterish. Not very sour, but... But the sour touch... Yeah, not that long holding special, I think. No, it keeps the same, and then after a while it's gone. But well, I miss the X factor. Yeah, it is. It's a beer of 10 ABV, so you expect like a nice body beer. This one you have in. I had. Instantly a sour touch of, I think, of the sherries. And then the porter disappears a little bit. Not that the cherries is overwhelming, not at all. Because the little roastiness, maybe chocolatey touch of the malts are taking it a little bit over, but not convincing. You taste the cherries and the body, but nothing's standing that much out. Don't get me wrong, this is a good good booze, but where is the X factor in that? It is. It misses indeed that factor. It misses also a bit of the balance in this beer. Sour, cherry-ish, and then less body, and then this goes away. Quickly and like the thing we said earlier, we are above the screen. Now we are in the below the middle of the screen. So the happiness is going down. Okay, last beer, bit too bad, but we didn't know anything about the beers, so that's not a problem, of course. That's the experience, and to let you guys know what you can expect if you follow our tasting session.
expressions. So, and also, yeah, like most of the brewers, I saw them at the Warsaw Beer Festival. There you can very easily see them and see what the scene is about. And then you see Poland has a lot of great brewers. Yeah, I can imagine. A lot of breweries that are, and when I interviewed them 2 years ago, I always asked the question like, what is your wish? And it's always like, to export to the West. Mm-hmm. Yeah. And Belgium is the West. And let's say so some of them do that and some of them don't. Like, but you have a lot of small, very small brewers there which make top stuff. Absolutely. And, that, and again, because it's not the first time I order some Polish beers through Dieter. But this of course the first time we do it live with you guys. This last one, okay, it lacks a little bit of balance. The sherry, the chocolate and coffee maltness with it. So a bit too bad. Although it's still 10 ABV. No booziness at all, but still to work a little bit on it. We also let know this brewer what we find about it. Not bad, certainly drinkable. Okay, but no, it's even like it's maybe. With the sour touches, it's like Flemish reddish. No, that's a little bit too much. I feel the road you wanted to go, like almost, but no, you feel no. There's more it, like butter because there is no the character for that in it. Yeah. So I cannot tell you that it's going a little bit that way, but you can't see the end of that. So no, I'm going to ignore what I said in that sentence. No, it has to have a bit more work in that, but that's okay. Do you think, Ben, if this beer aged a little bit, that it gets a bit different No, there is nothing spectacular changing. No, I don't think so. Maybe it gets a little bit more complex, maybe a little bit. In aging, but no, it's just the main brew is not good enough. Not bad, but not good enough to make your beer like, oh, this is great. This a little bit more work, but that's we're gonna say it to the brewer. That's okay. I guess I hope they also feel okay. But everybody loves feedback. Yeah, absolutely. So no, we ended this afternoon with a beer. It's for us a little bit less, but whatever. That's just the nice and surprisingly thing we're doing. But I think for the rest, we had a super nice lineup. Yeah, and then our lessons learned. Technically, for me, Dieter, get the computer mouse better moving. Sure, yeah. And also the chat with the people who are watching this. We cannot chat to you directly because we don't have the infrastructure there to but do that. But it means next time we're going to do this, we'll have a live chat. We're going to have a third person sitting on the other side. Someone who can do that. No. Maybe no, you could no think problem. Somebody behind the screens is... most of the times, if you want to do something good, as the same importance as the people in front of the camera, of course. Yeah. So, and the infrastructure itself, it goes good. Absolutely, absolutely. Looking forward to the next one. Absolutely. I hope you enjoyed this afternoon. I have no idea how long this took for all the beers we were having this afternoon in the bar. I thank Dieter from the Beer Idiots to invite me in my own bar in to do the in the Beer Lovers Bar.
So it was amazing. We're gonna do it again, absolutely again, with some other beers from maybe another country, maybe again from Poland. Time will tell. Yeah. And I will say cheers to you guys. And I see you next time. Cool. Stop streaming.